Conflicten horen bij een democratie, maar soms is de verdeeldheid zo groot dat het niet meer lukt om naar elkaar te luisteren. Denk maar aan het klimaat of vaccinaties. Maar we moeten er toch met elkaar uitkomen, want we moeten goed beleid vormen. En ik probeer te begrijpen hoe we het beste met zulke meningsverschillen om kunnen gaan. Ik doe onderzoek in de filosofie, dus eigenlijk doe ik dat door na te denken. En dat klinkt natuurlijk heel vaag, dat begrijp ik ook. Maar wat ik doe is allereerst het bestuderen van literatuur, ook uit de psychologie en de sociale wetenschappen. En daaruit probeer ik dan een bepaalde argumentatielijn op te zetten. En daarom is feedback voor mij ook heel erg belangrijk, omdat ik dan bij anderen kan checken of het ergens op slaat wat ik denk en schrijf. Denk bijvoorbeeld aan de Zwarte Pieten-discussie. Sommige voorstanders van een traditionele Zwarte Piet zeggen van Nederland is niet racistisch, terwijl niet-witte Nederlanders dat toch vaak heel anders ervaren. En de vraag is dan, hoe doe je kennis op over racisme als je het zelf niet ervaart, als het jezelf niet opvalt? En een hele goede optie dan is om het te vragen aan de mensen die het wel meemaken. Maar juist door racisme worden deze mensen juist niet serieus genomen. En dan kom je in een bepaalde cirkel terecht, waardoor je kennis misloopt. Het is gewoon heel belangrijk om mensen serieus te nemen, ook al begrijp je ze niet. En dat gebeurt niet alleen bij racisme, maar ook bij wat vrouwen vertellen of bij wat mensen met een handicap of chronische ziekte vertellen. En de vraag is, hoe maak je mensen bewust van dit fenomeen? En daar hoop ik een bijdrage aan te leveren. Ik denk dat het heel belangrijk is om na te denken over de rol van kennis in politiek en in de samenleving. Ja, kennis heeft heel veel te maken met macht, maar kennis is ook heel kwetsbaar. Kijk maar naar de huidige coronacrisis. Welke kennis is betrouwbaar? Op welke kennis gaan we onze maatregelen baseren? En ik denk dat dat heel belangrijke vragen zijn. Van hoe kunnen we op de beste manier leren van elkaars kennis? En ik denk dat daarin in de filosofie nog heel veel te doen is. Faces of Science.